Dat ik hier op het plein ga slapen. Ook niet met die wilde haren. Nee, nee. Ja. In de weg, hè? Yo. Goed. Yo. Ja, kom allemaal lekker bij. Ja, joh. Het is vandaag een beetje emotioneel moment. Robdier. Oma. Robdier. Robdier, kom maar zitten, hè. Dan wil ik van tevoren even gedaan hebben. Ik ga zo meteen opkomen om het verhaal te gaan vertellen. Wil ik even een daverend applaus. Oh, wacht even. Wat moet ik even uitleggen? Want na het verhaal kan er niet meer, want er staat het hier nog. Komt hier aan Robdier. We zitten in de kavel. Oké, daar gaan we. Dan ga ik mijn inspanning ook aanpassen op jullie applaus. Dan weet je, kan ik dat vast. Er was eens lang, lang geleden een hele kleine jongen. Een hele kleine djinn, eigenlijk. Deze djinn. Ja, want de djinn is ooit ook een kleine jongen geweest. En vanaf kinds af aan al was zijn lievelingskleur goud. En verzamelde hij alles wat hij maar kon vinden wat goud was. Of zo een beetje glinsterend of überhaupt mooi bij het verzamelen paste. Hij pakte al die dingen en voegde het toe aan zijn altijd groeiende collectie. Zijn verzamelen. Op een dag stond hij op een goede morgen, goed gezind, met het juiste ding naar bed gestapt. En hij ging op pad. Hij ging op zoek. Wat kan ik vandaag nog toevoegen aan mijn verzameling? En na uren zoeken en zoeken en nog eens uren zoeken, kon hij niks meer vinden. Er was gewoon echt niks meer in de buurt om aan zijn verzameling toe te voegen. Hij had alles verzameld. Ja, daar vond hij ziek wel van. Dus teleurgesteld schopte hij even tegen de mat aan de grond die in zit. En liep hij naar de tuin van de sultan, waar hij lang uit ging liggen en nadenken over wat kan ik met verzamelen. En toen, net toen hij daar lag, zag hij boven in de lucht het grootste muntje dat hij ooit had gezien. Het was eigenlijk een avond net als deze. En hij zag het muntje, hij sprong op met enthousiasme en hij rende naar de sultan. Hij kwam aan en zei, Sultan, ik heb een wand nodig. De sultan is schrikt van de djinn van binnenkant en ik dacht, wow. En hij zei, goede oude vriend djinn. Natuurlijk, ik wil je graag helpen, maar waar in God staat die lamp? Ja, de djinn legde alles uit. Hij legde uit wat hij had gezien en wat hij wou verzamelen. En de sultan lachte hem hartelijk uit. Djinn, mijn lieve vriend, dat wat je hebt gezien, dat is geen munt. Nee, dat is waar. Djinn begreep er niks van en hij zei, oké, mag ik nou je wat hebben, want ik moet maken aan de hand. Hij lachte hem en gaf de djinn de lamp. Dus de djinn rende naar buiten met de lamp. En hij rende door de bomen, door het park, rende met de lamp. Als je naar boven kijkt, naar de dus naar waar hij was. Hij zette de lamp neer en begon te klimmen. Ja. Helemaal bovenop stond. Hij reikte uit. Het muntje was nog steeds te hoog. De luchtstap klopte dingen naar beneden. En liep hij terug naar de sultan met zijn moed onder de ene arm en de ladder onder de andere. Naar de sultan. Hij zei, sultan, het is me niet gelukt. Sorry, ik kom niet bij het muntje, ik wou het zo graag. En de sultan lachte nogmaals, liefelijk dit keer. En hij zei, Djinn, maak je geen zorgen. Later, als je groot bent, als je een grote djinn bent, dan weet ik zeker dat je bij het muntje gaat komen. Maar zijn dat is de sultan zeggen. Dus de djinn dacht, ja, later. Ik heb al geen tijd om te wachten op later, ik wil hem nu. Teleurgesteld liep hij terug. Hij liep het plein van de Fata Morgana op. Hij keek rond, hij zag alle reizigers. De markt. En hij dacht bij zichzelf na. Later. Zij ging staan. Het hoogste muntje dat hij kon vinden. Hij nam diep adem. Sprak daar. Later. Lieve reizigers, later als ik groot ben, dan klim ik naar de maan. En dan zal ik dat muntje toevoegen aan mijn collectie. Ja, en dat is tot de dag van vandaag de allergrootste wens van de gym. Oh, Tushami. Vond je het een mooi verhaal? Jojo. Hij is er wel wakker. Djinn, misschien kunnen we een zwaar. Dat is wel leuk. Kom eens op de neem. Ja, ik heb het niet.
Zie je het zo? Zo, ik zeg, de uitleg is over van nu. Luister goed, ik leg hem één keer uit en raak je aan. Slaap, slaap, zie je dat je slaapt. Daarbuiten loopt een kameel. Een kameel met het gouden bellen. Die zal naar Dromeland sneller. Slaap, zie je dat je slaapt. Daarbuiten loopt een kameel. Ja, goed kunnen. Heel liefelijk en zacht, ze liefelijk en zacht. Slaap, liefdeltje, slaap. Daar buiten loopt een kameel met gouden bellen, die zal naar Dromeland snellen. Slaap, liefdeltje, slaap. Daar buiten loopt een kameel. En maar nu komt het volgende en het is heel belangrijk. Wij moeten alle bordjes opruimen. En daarna doen we dat met een hoofd kan halen. Maar dat kunnen we nu niet doen. Nu willen jullie alle vragen om de mat bij je op zijn op te pakken, hoe zacht is